Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En deze keer is het een... rode koets, jawel. Ja. En een behoorlijke, kan ik je vertellen. Ho, ho. Ja, kan wel een kleine tip van de sluier oplichten of niet? Dat gaan we doen. Het is namelijk de intro. Hij gaat behoorlijk scoren, denk ik. Hij gaat zeker scoren. En wij zijn hier echt lang op zitten wachten. Want er komt een heel nieuw tijdperk aan. Voor onze brandweerorganisatie. Daar gaan we jullie over meenemen. Alle specs, alle glamour. Ja, dat is gewoon weer een mooie video. Kijk tot eind, hè. Kijk tot eind. Frans en Klaus en Rick op de achtergrond natuurlijk. We staan voor de nieuwe HVK en dit is een van de mensen die in de projectgroep zitten van de aanbesteding van de HVK. En die gaan ook even wat vertellen over hoe dit tot stand komt. Eigenlijk start alles gewoon met een opdracht. Hè. Dus we hebben vanuit de leiding gekregen om de HV's te vervangen. En toen zijn we een concept gaan ontwikkelen omdat we zagen dat het gat tussen de bestaande tankautospuit en het specialisme technische hulpverlening, dat het opgevuld moest worden. En met deze HVK hebben we dat gat eigenlijk tussen de TS en het STH, meer die complexe ongevallen, opgelost. Ja, Klaus, ik kon je net vertellen over het gat van TS, tussen TS en STH, maar wat betekent dat nou precies? Dan is het eigenlijk het gat tussen zeg maar, standaard ongevallen, dus denk aan ongevallen met vrachtwagens, met treinen, maar ook zeg maar, met stormoverlast, omgewaaide bomen. Maar ook ondersteuning bij waterongevallen en ondersteuning bij dieren in nood biedt deze HVK een uitkomst. Wat ook wel leuk is aan deze editie van de Rode Koets, dus dit voertuig, de HVK, is dat dit een voertuig is waar wij allebei op gaan werken. Het eerste voertuig werkten we natuurlijk allebei niet op, de tankwagen van Zundert. Nou, de TS natuurlijk wel. En het vorige type, of de laatste editie moet ik zeggen, de hoogwerker, daar werkte alleen Richard op. En deze komt dus zowel in Breda als in Raamsveer te staan, dus dat is wel tof. Dus we kunnen hier ook nou ja, toch wel samen ook mee trainen en dus nu deze video maken. Dus dat is nice. Ja, en uitrekvideo's natuurlijk. En zeker incidentenvlogs, zowel vanuit Breda als vanuit het ver. Oké, de rating van de binnenkant. De vlammetjes van de binnenkant, ja. Om te beginnen, deze positie. Ja, echt zeeën van ruimte. Voor brandweerbegrippen is dit echt, echt een limo. Dus dat is top. Alles gewoon, wat mij betreft, ja, er moeten nog wel dingetjes ingebouwd worden hier aan deze kant. Maar je zit zo gigantisch hoog, dat is ongekend. Dus dat is wel echt heel gaaf. Met uit- en instappen moet je wel even opletten dat je niet beneden klettert. En wat wel echt een leuke feature is, is dat het is natuurlijk gewoon ja, het grootste type van deze vrachtwagenserie. En normaal natuurlijk bedoeld voor gewoon de beroepsgoederenvervoer. Dus er zitten ook gordijntjes in die je helemaal dicht kan maken. Want ja, eigenlijk natuurlijk bedoeld als slaapcabine. En wij hebben hier een extra stoel voor de derde man. En die is ook gewoon helemaal comfort, helemaal goed. Helemaal luchtvering en gordeltje. Ja, want dit is dus, wij hadden laatst die hoogwerker en ja, dat is een stageplek. Dus als je op de motortunnel. Ja, maar dit is een volwaardige plek, want dan gaan we hier met drie man uitdrukken. Ja, mooi helmsteuntje ernaast, ladertjes, alles. Nee, ik ben helemaal tevreden. En aan jouw kant zit ook een hele leuke feature. En we hebben ook een daklight, dat is ook wel snel. Ja, dat is nodig gaan, hè. Maar goed, voor mij is het, ja, wat zou ik zeggen? Een paar vlammetjes. Perfect. Ja hoor. Ja. Oké, okay, Rick vertelde net even heel even over die stageplek natuurlijk. Of nee, eigenlijk geen stageplek in dit geval, die derde man. Want we hebben ervoor gekozen om drie man mee te nemen naar de HV. In tegenstelling tot de hoogwerker met twee man. Die derde man die gebruiken we om bij het voertuig te blijven. En die andere twee gaan de bediening doen van de kraan of van het materiaal bedienen. Dus omdat het een specialisme is. Het is een lastig specialisme. Er komt veel bij kijken, dus hebben we drie man voor nodig. Oké, ja, de kant van de chauffeur. Ja, dit is echt een chauffeurscabine. Waar Rick al zei over die gordijntjes. Dat zie je hier overal in terug. Het is helemaal af, helemaal alles. Bediening op stuur. Overal alles is aan gedacht om de chauffeur het makkelijk te maken. Rijbaan, corrigering, aanrijden, hulp. En ja, navigatie, alles zit er allemaal in. En we hebben zelfs Deezer gewoon voor je telefoon. Lekker hoor. Je kan gewoon muziek luisteren. La 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 mama, en wat zit er boven je hoofd, Richard? Dit is een CO. Meter. Dus eigenlijk is het omdat de chauffeurs ding is natuurlijk, sinds Sebastian slapen, hij heeft hier een CO-meter. Mooi. Melder. De feature aan mijn kant is ook nog dat hij vierwiel aangedreven is. Dus ik kan hier kan ik de voorwielen bijzetten. Heeft het met rijden te maken met het gebied? Met rijden, maar ja, daar zit hier wel die knop zit hier. Dat is een lekker knopje, joh. Ja. Dat is een lekker knopje. En die kan je dus inschakelen.
En dan zitten die voorwielen gaan hydraulisch draaien. Dat hoor je ook, dat is echt zo'n zwaar geluid. En ja, de achterwielen zijn gewoon aangedreven door de motor. Dat is apart. Ik geef cabine zeker wel 5 reet. Dumpers. Ja, het is natuurlijk een HV-kraan en in het verleden hadden we heel veel HV-2's. En in die HV-2's waren we redelijk beperkt in de middelen en er zat natuurlijk geen kraan op. Deze gigantische HV-1 of HV-kraan moet ik eigenlijk zeggen, die heeft natuurlijk buiten de kraan ook heel veel aanvullende middelen. Daar gaan we eens even een kijkje naar nemen wat er allemaal extra op zit. Hè? Raar shirt, rare broek. Ja, ik ben het weer sporten en we doen het even opnemen onder diensttijd. Wat ik wou zeggen eigenlijk, dit is een rare broek. Wat is dit dan voor rare broek, Rick? Dit is een paardenbroek. En waarom hebben wij als brandweer in een HV nou een paardenbroek? Laat dat eventjes weten in de comments. Ik ben benieuwd of jullie het weten. Waarom wij deze paardenjaretels bij ons hebben. Paardenbroek ook. Jazeker. Een van de dingen die ook nieuw is op de HV-kraan is de plasmasnijer. Richard, wat is het? Wat doet het? Waar staat hij? Hoe ziet hij eruit? Wat kun je ermee? Ja, hij staat hier. Het lijkt een beetje op een lasapparaat. Maar dat is het niet. Want voorheen had hij al een snijbrander set op zitten. Dus met gas. Met lucht en gebrandbare gas. En dan samen moest je dat mengen en dan kon je branden. Maar nu hebben we echt een veel makkelijker apparaat. Dan hoef je alleen maar aan te zetten, klikken en dan gaan we het banaan. Ja, dit is allemaal van... Sorry jongens, een beetje hooikoorts hier in Breda. Dit is allemaal spul van Paratec. En daar kunnen we dus met stutten. Het is allemaal van deze lange buizen. En dan kunnen we dus bijvoorbeeld als een auto in een pand gereden is, snel onder stutten, kunnen we die man eruit halen. Of een gasexplosie. Of een vrouw. Een gasexplosie is geweest. Dan kunnen we dat ook weer, als we daar naar binnen moeten nog. En anders laat het gewoon zoals het is. Maar in ieder geval als we ergens iemand uit moeten redden. En een hele grote tent hebben we bij. Die is zo groot. Die moeten we met de kraan eruit halen. Ja, wat ook echt top is. Want wij zijn natuurlijk altijd afhankelijk van de slangen. Voor de hydrauliekolie natuurlijk. Maar op deze HV hebben we nu ook eindelijk... accu-gereedschap. Laten we jullie even zien. Want dat is handig, want dan zijn we gewoon in afstand, zijn we niet meer beperkt. Wireless, ideaal. Ja, zeker. Ik ben even koffie aan het zetten hoor. Even de Senseo aan. Nou ja, kijk, hij staat nou aan. Eén simpele knop. En vervolgens kun je hem gewoon gebruiken zoals je normaal gebruikt. Hè? Alleen het voordeel ervan is, je hoeft geen pomp op te bouwen en je hoeft ook geen slangen uit te rollen. Dus je kan gelijk ver in het veld of... Weet je waar ik aan moet denken dan? Nou? Slangetje aansluiten? Ja, je doet defka. Sleut die slang aan. Ik zal er even eentje uithalen. Ja, het is gewoon eigenlijk heel simpel. Slangetje aansluiten. En je kan deze heffen. 50 ton. En weet je wat er ook een mooi feature is hieraan? Wat eigenlijk aan heel veel spullen een mooi feature is die hierop zitten. Kijk eens even waar dit allemaal vandaan komt, jongens. Trots uit ons mooie dorp. Je moet ook eigenlijk groter worden ofzo? Nee. Oh, niet. Hoe meer groen, hoe sterker die is. Ja? Als die afloopt, neem je kapjes tijd af. Ah. Een hele mooie lier zit er achterop, alleen achterop. En we hebben voor als we naar voren toe moeten een klapschuif bij. En Rick, wat kan die hebben, die lier? Die lier die kan 5 ton kan die trekken. En wat wel mooi is, is dat je ziet het nu even niet, maar hier is de ledstrip. Ja, en... zien ze nu hè, want ik kan gewoon hier zo... Ja precies, die doen we straks even erbij zetten. En die ledstrip die geeft eigenlijk aan hoeveel trekvermogen je nog eigenlijk hebt. Hè. Maar, hè, dus hij loopt af hoe zwaarder je het eigenlijk heeft. Hè. Dus je kan heel makkelijk zien, heel simpel, wat hij nog over heeft. En wat heel bijzonder is aan deze lier, is dat we werken met een touw. Ja, ja. En dit, normaal zie je dat het met een bij wat oudere lieren zie je dat het met een staalkabel is, maar daar kan natuurlijk een kink in komen of uiteindelijk kan die niet breken als er een bepaalde hoek komen. En dit is een heel speciaal touw, want het super sterk blijft. 18 ton heb ik horen vertellen dat hij kan hebben voor dit geknapt. Ja. Dus ja, en de lier kan 5 ton hebben, dus het gaat een keer... Dus behoorlijk wat marge het is. Ja, daarop. Nou mooi, maar waar zat hij nou, ik ben benieuwd, als hij 5 ton kan hebben, of hij jou vooruit kan trekken. Oh. Wat insinueer je dan? Niks, gewoon, ik ben benieuwd. Nou, ik ben benieuwd of het gaat halen. Denk het wel, hè? Even aanleiden. Ik denk dat nou echt, die groene lijntjes gaan nu echt droppen, denk ik. Drop it like it's hard. Oh, maar ja dan. Oh, dat gaat makkelijk. Ja. Oh, mee. Je bent te licht, Richard. Je bent te licht. Je hebt geluk, je bent te licht.
Oké, zijn we aangekomen bij de beoordeling van het rijgedrag. Hoe vond je mijn rijder is? Ja, Volvo, dus dat is voor mij altijd al een oneerlijke strijd. Maar ja, het is wel echt een vrachtwagen, dus je moet, je moet beter opletten. Is het allemaal iets logge wagen. Maar daar merk je niet aan het sturen. De stuur is perfect. En het viel mij op dat hij echt zo ontzettend stil is. Ja, hij is stil. Je hoort bijna niks. Je zit natuurlijk ook heel hoog boven de motor. En ja, voor het gevoel, zeg maar, als bijrijder is het net alsof je in een persoonauto zit. Ja, en een kracht, hè. Dat is echt een kracht. Ja, bij de no-time zit je aan de 60. Daar meten wij op 65 meter op. Zo van 0 tot 65 in 20 seconden, dacht ik bij deze. Maar hoeveel vlammetjes reset voor de rijder? Ik zei 4. 4 vlammen? Ja. 4 vlammen. We zijn aangekomen bij de beoordeling van de ONG. Ja, ik denk dat we hier wel mee een primeurtje gaan behalen. Want ik heb het eens even goed bekeken. En wat mij betreft een dikke 5 vlammen. En dat zit er met een aantal dingen. Waaronder de knipper en koplampen. Flinke ledverlichting ook op het dak. Breder uitgebreid in de balk, zeg maar. En we hebben aan de zijkant ook de sfeerblauwe verlichting. Hè, die ook in de tankuitspuiten vlog zat. Dus ja, voor mij 5 vlammen. En de horens. En natuurlijk de vertrouwde motor. Ja, voor mij ook 5. Niks op aan te merken. Perfect. Zo, hou dit vol. Hou dit vast. Hou dit vol. Oké, Rick, zijn we buiten? De rating aan de buitenkant. Ja, nou, de rating op de buitenkant op jouw dakje is vrij vochtig. Ja, het is 29 graden vandaag. Het is lekker warm, dames en heren. Ja, de buitenkant. Het is een behoorlijk indrukwekkend bakbeest. Dat zie je ook wel, hè, als we hier door de straten heen rijden. Dat iedereen echt kijkt van, wow, wat komt daar voor apparaat aan. Dus dat is wel heel vet. En wat ik persoonlijk wel heel gaaf vind, is dat die brede strijping, die loopt mooi door. En ze hebben om de optimale reflectie en die banen zichtbaar te maken, hebben ze ervoor gekozen om het eerste luik ook helemaal mee te nemen in de strijping. En dus in een wrap is het eigenlijk. Ja. Ja, dat vind ik wel heel gaaf. Ja, en omdat er een de voorste aandrijfas is volgens mij voor de 4x4, hè? Of tenminste in ieder geval voor succes zou het dan zijn. Hè? Het is succes. Maar het wordt treinwaardig, hè? Beperkt treinwaardig. Dus er zitten ook van die roosters voor en het geeft natuurlijk gewoon een super stoere uitstraling. Dus ja, het is echt ongekend. Maar ik geef voor de buitenzijde geef ik ook 5 vlammen. Ja, mooi. Ik vind het ook zo. Ook 5 vlammen. Ik vind wat ik mooi vind. Het is natuurlijk een hele hoge wagen. Die opbouw, die kraan. En dan vind ik het ook vet dat die cabine dezelfde hoogte heeft. Ja. Als je dus een kleine cabine een FM hebt, dan... Is die opbouw veel hoger? Ja, dan is die opbouw hoger. En dan de verloop van die cabine is dan anders. En nu is hij perfect in één lijn. Ja, ik vind het een mooie wagen. 5 vlammen voor mij. Lekker. We hadden eerst ongeveer 10 HV2's noemden we. En hadden 3 HV1's. En dit is nu een HVK, want die naam is veranderd. HV kraan, hulpverleningsvoertuig met een kraan. En het is zo dat we daar 5 hebben staan, de regio's. Al die HV2's gaan allemaal afgeschreven worden. En dan hebben we daar 5 van deze. Eentje in Raamsveer, Roosendaal, Bergzoon, Tilburg en in Breda. En Breda is nu al geleverd en die gaat er omstreeks augustus gaat die in dienst. Dan zijn we nu aangekomen bij de eindbeoordeling. En jawel, dames en heren, de HV-kraan op de eerste plaats op dit moment in de rode koets. We zijn er trots op. Prachtig apparaat, toekomstbestendig en van alle gemakken voorzien. Dus daar kunnen we de komende jaren weer mee vooruit. Maar we zijn aan het einde gekomen van deze video. En vergeet vooral niet te liken. Te abonneren. En te subscriben natuurlijk. Ja, en als je deze prachtige tank nou ergens ziet rijden in de regio, maak even foto's en tag ons eventjes. Altijd leuk.